Wat mij het meeste is bijgebleven aan Fanatics, dat is natuurlijk de overwinning. Ja, bij Fanatics is eigenlijk al het balletje gaan rollen. Het is echt een opstapje geweest naar heel veel meer. Doordat we gewonnen hadden, kregen we een check. En met die check hebben we nummers kunnen opnemen in een studio, maar op. Dus al met al is zo'n geldprijs, dat helpt altijd een heleboel. In de toekomst zou het zeker mooi zijn als ik gewoon muziek kan blijven maken. En daar in ieder geval een deel van mijn inkomen mee kan verdienen. Een leuk feitje over mij is dat ik best wel een beetje dwangneurotisch ben, denk ik. Ja, do's en don'ts voor een optreden. Een doel is jezelf niet te zenuwachtig maken. En dat kan je doen door bijvoorbeeld 1 of 2 biertjes te nemen. En een don't is neem er geen 12.